Hallo, ik ben vandaag in RAI in Amsterdam samen met 1600 accountants en wij gaan het hebben over stromen van geld en data onder controle. We hebben heel veel leuke sprekers, waaronder de minister van Financiën, meester Pieter van Vollenhoven, de voorzitter van de AFM en de directeur van de FIOD. Dus loop met me mee vandaag en dan zie je hoe deze dag er met 1600, echt zoveel, accountants uitziet. Plenaire sessie gehad en die werd afgetrapt door de minister van Financiën Wopke Hoekstra en hij heeft het gehad over de kwaliteitsveranderingen die plaatsvinden in de accountancybranche en de kwaliteitsveranderingen die wij onder andere met de 53 maatregelen in gang hebben gezet. Hij gaf daarbij wel heel duidelijk aan dat de veranderingen die we voor ogen hebben veel te langzaam gaan en dat het allemaal veel sneller moet. Dus dat we echt niet nog een keer 4 jaar de tijd hebben om dit allemaal te veranderen. Daarom komt er ook een onafhankelijke commissie om te kijken wat er veranderd moet worden en hoe we dat dan het beste kunnen veranderen. De voorzitter van de AFM, Merel van Vonhoven, die sprak daarna en zij gaf ook aan dat het echt allemaal veel te langzaam gaat. En dat accountants echt nu iets moeten gaan doen om die kwaliteit te verbeteren. Zij gaf ook aan dat wij als accountants ons veel te lang hebben verzet tegen ontwikkelingen en innovatie in de sector. En dat dat een van de oorzaken is van het feit dat we nu staan waar we staan. En ook gedrag en cultuur zijn heel erg belangrijk in die ontwikkelingen, in de verbeteringen van de kwaliteit. Dus ik denk dat ze daar echt allebei een punt hebben. Er gaat natuurlijk heel veel tijd over voordat een hele cultuurverandering binnen een sector plaats gaat vinden. Dus dat heeft ook gewoon tijd nodig en dat moet ook grondig gebeuren. Maar er moeten wel echt stappen gezet gaan worden. Dus ik ben heel erg benieuwd waar dit toe gaat leiden. Natuurlijk ook ontzettend nieuwsgierig hoe de mededeling van minister Hoekstra is gevallen bij de accountants die hier aanwezig zijn. Nou, ik vind het eigenlijk al heel goed wordt aangepakt, dat je merkt dat iedereen er enthousiast mee aan de gang is. De kwaliteit echt boven op de agenda staat. En ja, ik zou zeggen, ga zo door en blijf er ook vooral mee doorgaan. Als voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is nu voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, professor Pieter van Vollenhoven. Goed u allemaal te zien, gezellig. Maar ja, kijk, het aardige is, je ziet maar de helft en dat is ook erg belangrijk. Het tweede belangrijk onderwerp dat zojuist werd aangehaald in de plenaire sessie ging over data, data-analyse, datastromen. En dat werd onder andere aangehaald door Peter Hinze en Edo Roos Lindgren. En daarbij werd ook aangegeven dat accountants nog veel te weinig gebruik maken van data-analyse. En daarbij smoesjes gebruiken zoals, ja, ik weet niet hoe dat moet, ik heb er geen tijd voor, ik heb het te druk, ik weet niet wat de toegevoegde waarde is. En dat is echt ontzettend zonde, want op het moment dat je het gaat gebruiken, levert het je waarschijnlijk veel meer inzicht op in al die data. Dus dat vond ik ook wel een hele interessante discussie. En waarbij echt de slotsom was van nou, accountants, jullie moeten zich gaan investeren in kennis. Dus investeren in kennis in het lezen en gebruiken en begrijpen van die data. En daar wordt gelukkig nu ook op universiteiten veel meer aandacht aan besteed. Dus dat gaat in ieder geval de goede kant op. Zijn ook 150 studenten van studieverenigingen aanwezig op deze accountantsdag. En ik vroeg een aantal van hun wat zij van deze dag vonden. Ik schrok er niet van, want er wordt de laatste tijd in het nieuws dat ik vaak wel de accountant niet helemaal 100% zijn werk volledig heb uitgevoerd. Toch op het economisch belang voor het publieke belang staat. Dus ja, ik schrik er niet van. Okay. Veel te weinig, op mijn idee. Ja, ik denk dat data natuurlijk steeds belangrijker wordt. En in de opleiding wordt er eigenlijk bijna niet bij stilgestaan. Terwijl je wel een aantal andere dingen in de opleiding hebt die, naar mijn idee, van veel minder toegevoegde waarde zijn. Dus ik denk dat dat wel een verbeterpunt zou zijn voor de opleiding. Ja. Dus dat ook andere technologieën
meer in de opleiding. Ja, dus qua technologie lopen we als accountants nog wel een beetje achter. Ja. Het is alleen jammer dat niemand weet hoe je moet beginnen met zoiets. Ja. Terwijl die ook bij de lezingen die we vandaag hebben gehad, dat niemand echt weet hoe je begint. We hebben net de laatste sessie erop zitten en iedereen is heel snel naar de borrel. Want dat is natuurlijk ook een heel erg belangrijk onderdeel bij deze accountantsdag. En daar gaan we nu heel snel heen. Echt een ontzettend leuke dag. Heel veel leuke sprekers. Heel erg leuke meningen en visies op het accountantsberoep. Waar we heen gaan, waar we heen moeten. Hoe het staat met de kwaliteit. En ook de uitspraak van onze minister van Financiën is er toch wel ingehakt bij heel veel mensen. Van, we moeten nu al echt aan de gang. En dat is wel echt heel erg belangrijk. Dat we daar iets mee moeten voordat het bij ons weggenomen wordt. En wij er zelf als beroep niks meer aan kunnen doen. Maar dat het gewoon geregeld wordt. Dus ik denk dat dat bij iedereen wel echt een beetje is ingeslagen. Het was ook een van de eerste sprekers. Dus het was van, Maar goed. Ik ga het daar nog met wat mensen over hebben op de borrel. En ik zie jullie heel snel de volgende keer. Dankjewel voor het kijken.